van de voetbalvereniging Nunspeet gaan we napraten over de wedstrijd van vanmiddag. Nunspeet NSC Nijkerk. Uitslag 1 tegen 4. John Kamphuis, coach van de winnende ploeg uit Nijkerk. En natuurlijk Freddy Smit aan de andere zijde. Eerst maar even met John praten. Ja, 1-4. Een uitslag die je vooraf had ingecalculeerd dat het wellicht mogelijk zou zijn, John? Nee, niet ingecalculeerd. Je weet, als je uit een Nunspeet gaat, dat je altijd een moeilijke wedstrijd gaat spelen. Kijk, en als je vorige week ziet van Nunspeet dat uiteindelijk 5-1 wordt tegen Pennekom, dan zou het uiteindelijk kunnen als de score verloopt en je voordeel loopt. Maar ja, vanuitgaan dat kun je zeker niet. Ja, je hebt 150 beelden van de wedstrijd Pennekom en Nunspeet bekeken afgelopen week. Heb je daar je team nog helemaal op aangepast wat je toen zag van Nunspeet? Nee, daar hebben we ons team zeker niet op aangepast. Wij gaan gewoon van eigen kracht uit. En natuurlijk hou je met een aantal dingen rekening van een tegenstander in, maar dat zit in de nuances, daar ga je niet je hele team op aanpassen. Ja, je begint heel sterk, hè? Direct de druk te zetten op Nunspeet. Het werd volledig teruggedrongen in dat eigen 16 meter gebied. Maar ja, na die beginfase pakte Nunspeet het wat makkelijker op. Hoe hebben jullie daarmee omgegaan? Nou, dat klopt. Kijk, de eerste 10 minuten toen waren we echt bovenliggend en daarna kwam die wedstrijd inderdaad in evenwicht en ging het op en neer. En vond ik vooral dat we aan de bal het tempo ging naar beneden. Er zat veel te weinig beweging in de ploeg om vrije mensen te kunnen gaan vinden. En Nunspeet hield het steeds qua linies goed bij elkaar en kwamen wij er eigenlijk niet of nauwelijks doorheen. En was Nunspeet die een aantal keer uitkwam en een aantal keer een vrije bal kreeg. Uiteindelijk, ik zei net een paar minuten ervoor al, ik zeg dat gaat ons een keer een goal kosten. En ja hoor, toen kwamen we daar weer eenmaal achter naar de vrije. Ja, Freddy, schrok je ervan, van het initiatief gelijk aan het begin van de wedstrijd van NSC? Nou nee, het is ook iets dat we verwacht hadden. Niet zo ver terug natuurlijk als dat de eerste 10 minuten gingen, want dan hadden we gewoon een goal uit kunnen vallen, die ene bal volgens mij. Daarna kregen we inderdaad wat meer spelaandelen en waren absoluut vergelijkbaar. En maken we een prachtige goal en een paar gevaarlijke momenten. En ik denk dat we in die fase, we hadden ze iets meer pijn kunnen doen in die fase, denk ik. Met name tussen de 20ste en 35ste, 40ste minuut of weer in die tijd ongeveer. Want net voor de rust moet ik zeggen, kwam NSC wel weer wat meer in het spel en creëerde ze ook weer kansen. En waaruit ook de 1-1 aan Villarreal. Ja, dat is al even een domper, want dan zie je ook dat ze ons eerder in elkaar zag hebben tot aan de rust en toen was ik blij dat het rust was. En dat we daar weer samen over kunnen praten van nou, hoe dan de tweede helft. Ja, was dat een overtreding die nodig was in dat 16 meter gebied van Lars Blinde waar uiteindelijk die eerste strafschop uit voortkomt? Ja, dat weet ik niet goed. Wat ik wel vond is dat het heel knullig de centrale verdedigers elkaar in de weg lopen. Dat als eerste, want ze communiceren gewoon niet goed waardoor niet met elkaar weten wie de bal gaat pakken. En dan komt Blas naar binnen, ja, dan kun je zeggen, hij is iets te laat, hij had iets beter moeten knijpen en misschien al wat moeten blokken. Maar of er nou een overbodige overtreding was, het is jammer dat het gebeurt. En dan de penalty zit erin, ja, 1-1. Maar dan komt die tweede penalty, hè, aan het begin van de tweede helft. Ja, en dan Marco die mist hem. Dan kantelt die wedstrijd. Ja, nou, ten eerste vond ik dat de eerste 5 minuten naar de rust een beetje slap begonnen. Het was net niet scherp, zullen we zeggen. Daarna pakten we het ook, kregen we panel mee, wat ik overigens een hele mooie aanval vond. En dan die penalty, ja, die wordt geweest. En dan, denk 3 minuten later of zo, ging het ook over Marco's kant, waar hij zich gaat blokken. En of dan wel of niet overtreding was, ja, dat kan ik nu niet zien, om de eerste beelden te zien. En wat de NSC heel goed afmaakt. Marco neemt de strafschop. Waarom een verdediger en niet een aanvaller? Waarom Pim Lars van Wetering die penalty nemen? Ik ben er ook op gerekend en in het veld is me dat, heb ik het niet zo hoog gezien totdat hij erachter stond. En heeft hem genomen. Ik moet zeggen dat ik dat niet vooraf op die manier besproken heb. Ja, waar geen afspraak over gemaakt wie de eerste strafschop neemt? Nee, ik ga ervan uit dat Lassen neemt, omdat hij hem de vorige keer ook nam. Hij heeft hem gemist en in dit geval hebben die jongens in het veld anders besproken. Ja, wij vroegen ons dat ook af, ondanks dat de vorige keer door Lars gemist is. Mag dat voor het vertrouwen niet uitmaken? Nee, nou ja, blijkbaar heeft het hem in ieder geval een stukje vertrouwen ontnomen, waardoor hij zich de bal laat opnemen, blijkbaar. Dus, maar in ieder geval, hoe dan ook, die penalty gaat er niet in. En ik moet zeggen dat de keeper hem goed maakt onderin. Maar dan vervolgens dat we die goal daarna tegen krijgen, dat vond ik wel een beetje naïef. Dus ontstonden er wel een aantal situaties dat je zegt van, een beetje jongens tegen mannen. Een aantal
situatie. Want ik zeg van, dat is een beetje naïef om het maar zo te zeggen. Ja. John, ja, jullie maken daar dankbaar gebruik van. Op dat moment eventjes van het, het ongeloof bij Nunspeet, hè? Na die strafschop. Ja, natuurlijk. Kijk, dat was uiteindelijk voor onze kant op in de wedstrijd dat wij die penalty stoppen. En ja, heel vlot daarna in ieder geval de 2-1 maken. Dus dat waren twee tikken die Nunspeet in een paar minuten kreeg. En wat ons natuurlijk een extra boost gaf. En vanaf dat moment zaten wij eigenlijk denk ik helemaal in de wedstrijd, hadden we controle. En waarna we ook heel snel de 3-1 maakten. En toen zaten we eigenlijk in een zetel. Ja, en dan lopen wij nog weer met een speler tegen een tweede gele kaart op. En dat was van ons uit gezien natuurlijk niet handig. Want je hebt gewoon die wedstrijd in handen en dan hoef je... dan moet je gewoon controleren en goed staan met z'n allen en niet in dat soort situaties terechtkomen. En zeker geen tweede gele kaart pakken aan de zijlijn. En dan weet je dat Nunspeet toch nog weer even gaat komen. Maar toen hebben we wel goed georganiseerd verdedigd. En we hebben één nachtelijke situatie voor de goal gehad. Volgens mij 3 keer een rebound of zo. Maar voor de rest zijn we niet echt in problemen gekomen. Maar dan maken we uiteindelijk ook nog 4-1 in de omschakeling. Ja, dat was eventjes een periode dat er behoorlijk wat hoek schoppen. Maar ik geloof 2, 3, misschien zelfs wel 4 in 3 minuten tijd. Maar uiteindelijk leverde het niets op. Voor jullie doel, hè? Ja, ik bedenk me er nu wel eentje. Eentje werd nog bij de eerste paal ingekopt en die ging gelukkig via ons en via verdediger van ons. Die alleen in de aanval in die ogen. Dat had ook nog de aansluitingstreffer kunnen zijn. Kom wel van Marlies Tissing of zo. Ja, die vond het al fijn dat hij op de bank zat, ja. Dus misschien dat hij daardoor wat revanche gevoelens had. Ik dacht van, dit was geen goede goal, want ik ken Marlies nou niet zoals een goede kopper, maar... Een tijdje weg geweest. Inderdaad. Ja, zo gaat. Maar goed, jullie spelen de wedstrijd heel rustig uit en dan wordt het op 1-4 geflotteerd. Over de hele wedstrijd denk ik wel, ja, is het verschil qua uitslag te groot, ja. Freddy, toch weer een deceptie, hè? Nou, natuurlijk. En je hoopt je in een eerste thuiswedstrijd en anders, niet anders te presenteren, maar een andere uitslag uiteindelijk op de bord te hebben. En dan is 1-4 weer te veel, want die 4 goal hoeft echt niet te vallen. En je neemt dat daar dat Julian ervoor gaat voor een overtreding en dat hij misschien zich laat piepelen, dat weet ik niet goed. Dus ik denk dat die jongen het goed doet, die spits geloof ik die dat deed. Maar ik denk met name na de 2-1 zijn we de kluts even kwijt. Want ik denk dat die 3-1 al eerder kan vallen. Waar wij Las Polinder van het laatste moment bij de eerste paal nog een bal weglijkt. Daar was de hele organisatie aan bezoek. En dat gebeurde natuurlijk vorige week ook een aantal keer dat tegen Benning komen. Dat is wel dingen waar die eruit moeten bij ons. Ik vond wel na de 3-1, 11 tegen 10, kregen we nog wel weer even een boost. En hadden we, als je de aanstellingstreffer maakt, dan komt er een hoop voor 10 minuten. En die kopbal die... Waar John aan refereert, dat was ook geluk dat ze eruit houden. Eigenlijk de situatie, ik denk dat als Karim daar wat scherper is in plaats van wachten tot die bal eruit gaat, maar er ook vol in gaat en hem kan pakken. Ja, dat is allemaal makkelijk. Maar dat zijn momenten dat je nog weer in de wedstrijd kan groeien. En dan misschien nog in de laatste 10 minuten de gelijkmaker kan forceren. Ja, daar heb ik ook hierin. Dat is het gevolg van alles voor alles dan zetten, want dan maakt het niet meer uit of het nou 3 of 4-1 wordt. Ja, klopt. Klopt, zo kijk je er ook naar, inderdaad. 6 punten uit 2 wedstrijden, John. Ja, dat is natuurlijk een heerlijk begin. Ook al zijn alle twee wedstrijden wel moeizaam gelopen en komen we denk ik na beide wedstrijden wel goed weg. Maar daar heeft straks niemand meer over natuurlijk. Goed, in ieder geval succes verder. Ja, Ferry, hoe nu verder? Gewoon weer trainen. Van de week oefenen tegen Wezep en dan gaan we donderdag weer trainen. En dan gaan we zaterdag bij Ente vooruit de hopelijk eerste punten bouwen. Maar is dat slim genoeg voor wedstrijd tegen Wezep als er behoorlijk weer wat de neus in de juiste richting uitgezet moet worden? Ja, dat gaan we zien. Dat zeker nooit weten. Daarbij is hij al georganiseerd voordat we gedaan speelden. Dus, en ik vind het heel belangrijk dat we wel spelen zaterdag. Alle dinsdag. En om andere jongens weer even aan het werk te zien. Om ons naar zaterdag voor te bereiden. Om tegenstand te voelen. En proberen om dan zaterdag bij Ente vooruit een goed verder te komen. En tevoren dat is de volgende wedstrijd. Dankjewel, succes dinsdagavond in Wezep. En uiteraard volgende week tegen Nente Verhuid. Ja, John, ook succes volgend weekend. En uiteraard met het vervolg van deze competitie. Dit was het voor wat betreft de wedstrijd van vandaag. Nunspeet tegen NSC Nijkerk 1-1 tegen 4.